Hallo, ik ben Elisabeth Ebbing en ik ben stemtrainer. Vandaag gaan we het hebben over mijn stem is nou eenmaal zo. Er zijn heel veel mensen die dat denken. Die denken nou, ik praat nou eenmaal zo, mijn moeder praat net zo, dit is mijn stem. Dat is zo, daar is niks aan te doen. Maar ja, als je het op de kever beschouwt, dan kunnen we natuurlijk van alles met onze stem. En ik denk eigenlijk dat we onze flexibiliteit onderschatten. Luister maar eens naar de Amerikaanse vrouw bijvoorbeeld. Well, yeah, well, that's really a great coincidence. Wow, how interesting. Of we luisteren naar Russische vrouwen. Nou, bij ons in Rusland is dat anders heel anders. Hè? Of we luisteren naar de Deense vrouwen. Ja, het wordt steeds minder verstaanbaar. Maar dan merk je dat het karakter van de stemmen of het timbre van de stemmen enorm anders is. En ik geloof niet dat dat ligt aan dat alle Deense vrouwen nou eenmaal schattiger praten en dus schattiger zijn dan alle andere vrouwen. Of dat al die Amerikaanse vrouwen zo veel minder lieflijk zijn en dat al die Russische vrouwen zoveel zwoeler zijn. Ik geloof daar niet in. Ik denk dat we een manier van spreken aanleren en dat betekent dat we het ook weer kunnen afleren. En dat is het leuke. Dus wat ik zou willen zeggen voor deze week is probeer het uit. Probeer gewoon eens voor de gein anders te spreken dan normaal. Doe eens een paar uur de Yvonne Jaspers. Dus dan ben je erg hoog en daarna zak je af naar wat heeser en rustiger. Maar dan ben je weer ontzettend blij en hoog en dan zak je weer af naar iets intiemer en rustiger. Of je doet de Harmke Pijpers en dan ben je ontzettend snel en laag. En dan heb je vooral een beetje haast, maar je lijkt wel verschrikkelijk intelligent. Dus dat is ook bijvoorbeeld een mogelijkheid, dan doe je de Harmke Pijpers. Probeer gewoon iets uit. Je kan het gewoon doen. Er is geen wet om eens een keertje wat anders te doen. Dat is mijn tip voor deze week. Ik ben Elisabeth Ebbing en ik ben stemtrainer.